gast hier aan tafel is Twan van Bussel. Want op 1 mei jongstleden sloot café het Upke aan de Grote Markt in Verre haar deuren. Het bekende café en de naastgelegen videotheek die maken plaats voor een nieuw concept, namelijk Gastrobar Tof. En dat is een idee uit de hoge hoed van Twan en Floor van Bussel. En Twan, jij bent hier om ons daar van alles over te vertellen. Welkom. Nou, Twan, hoe is het met je schoonmoeder? Nou, mijn schoonmoeder die wordt helemaal gek van het niks doen. Het was een bezig bij, dat weet jij ook. Even voor de kijkers die het niet weten, jouw schoonmoeder dat is Rienman. En Rien was de uitbaaster van Café Het Upke. Precies, en zij was er elke dag en ze deed ook echt alles zelf. En nu sinds 1 mei hoeft ze eigenlijk niks meer. Ze is lekker op vakantie geweest van de cadeaubonnetjes die ze heeft gekregen bij de afscheid. Maar ze is inmiddels weer terug, uitgerust en wel. En ze is nu bij ons op de bouw bezig om alle mensen die daar mee helpen zijn een natje te voorzien en drogen, zoals ze dat gewend is. Dus ze heeft nog steeds een rol, ook in het nieuwe concept, de Gastrobar Tof. Vertel er eens wat over. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie neerzetten? Nou, Tof is eigenlijk ontstaan 3 jaar geleden, toen wij gestopt zijn met face-to-face goods. Wij wilden wel in de horeca blijven en het liefst iets met eten en we waren op zoek naar een leuk pand in Meer. Het liefst in het centrum. Nou, dat was er toen niet. Dus toen hebben we besloten om Verraai kennis te laten maken met wat wij kunnen op culinair gebied. Mm-hmm. Door Tof thuis het eten op te zetten. Mm-hmm. Bij mensen thuis eraan te koken. Heel veel mensen hebben er allemaal kunnen genieten. En dan zo op zoek te blijven naar een geschikt pand. Ja, totdat inderdaad de videotheek stopte. En de eigenaar van het pand mij benaderde van, goh, is dat niks voor jou? Ik zei, nou, eigenlijk is de videotheek niks voor mij. Dat zou alleen leuk zijn in combinatie met het Upke. Zoals het heel vroeger is geweest, ja. Café Het Hert. En toen zei hij, ja, maar dan zit jouw schoonmoeder in. Dat weet ik ook niet. Nou, daar kan ik wel eens mee gaan praten. Nou, en zodoende hebben Ben en Rin ons die kans gegeven om plaats te maken. Met die verstand dat zij dadelijk gewoon bij ons blijft werken. Ja, want die Gastrobar Tof, wat voor concept is dat? Wat kunnen we daar verwachten als de deuren open gaan? Nou, het is een gastrobar, dat betekent eigenlijk lekker eten, lekker drinken. En dat gaan we ook doen. Op niveau proberen wij culinair mensen te verwennen. Maar de drempel willen we heel laag houden. Dus alles mag, alles kan. Daarbij is lekker eten het belangrijkste. Okay. Een lekker glas wijn en een lekker glaasje bier. Er staan heel veel tafeltjes in de zaak, maar de bar blijft ook een prominente. De bar is het middelpunt van de hele zaak. Met de keuken. Dus de keuken en de bar staan midden in de zaak. Dat is ook het belangrijkste. En daaromheen gaat alles gebeuren. We gaan met lunches werken. Anders dan wat andere horecazaken doen wij en het diner gaan we ook anders doen. Het is een beetje meer sharing. Okay. En als dan de eters klaar zijn, laat ik het zo noemen, dan is er ook de tijd om gewoon lekker aan de bar ouderwets een biertje te drinken. Ja, ik hoor van heel veel mensen van, wordt het dan een restaurant? Nee. Wordt het dan een bar? Nee, eigenlijk ook niet. Maar je kunt eigenlijk, als je graag wat komt drinken, graag wat komt drinken, dan kan dat. En als je daarnaast iets wilt eten, een klein gerecht, kan dat ook. En als je echt wilt gaan eten, dan kan dat eigenlijk ook. Eigenlijk kan alles. Maar als je alleen voor een bordje komt, of een receptie, of wat dan ook, of je bent met vrienden, dan ben je van harte welkom. Wat wij niet willen, is een jeugdcafé en herrie en harde muziek en vrijgezellig groepen die op de bar staan. Dus die tijd heb ik gehad. En als je kijkt naar het horecaaanbod op dit moment in Verraai, ik vind dat er best veel aanbod is. Wat vind jij ervan? Ik vind het weinig. Ik vind dat er zelfs nog meer horeca moet komen. Het is heel simpel, denk ik. Verraai moet een regiofunctie worden wat de horeca betreft. Mensen komen nu naar de horeca in Verraai, uit Verraai en een klein beetje om Verraai heen. Dat moet verder weg. Mensen uit Boxmeer, uit Venlo, uit Deurne, die moeten allemaal op elkaar naar Verraai toe. Want daar is heel veel horeca voor iedereen wat. We hebben dadelijk een goede grip, we hebben daar alles nog wat. All you can eat, we hebben alle concepten. En ik denk dat we elkaar alleen maar versterken. En de opening die staat gepland op 6 juli. Ja. Hoe gaat dat eruit zien?
Ja, nou ja, goed. We zijn al een tijdje aan het verbouwen met verschillende partijen. We hebben elke donderdag een bouwvergadering met de belangrijke partijen. Niemand loopt te stressen. Dus iedereen vindt dat ze op schema lopen. Ik zelf ook. Dus ik denk dat we het halen. En natuurlijk zal het wel zo zijn, als zoals bij elke opening, dat de gasten dadelijk bij de opening binnenkomen en de schilder loopt achter de deur uit. Maar ik denk dat het goed is. En als je dat niet zo hebt, dan heb je het niet goed gedaan. En 6 juli, dat zal voor nodig zijn, neem ik aan. 6 juli voor nodig. En voor het publiek gaan jullie open op? Donderdag, meteen de dag van maandag. Dan hoop ik dat het vanaf 7 juli storm gaat lopen bij Gastro Bartoffel. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. 12 minuten.